is Anoushka van Miltenburg. En tot zover de topics. Morgen weer nieuwe. Ah, wel leven en welzijn. Yes. Ik ben er schor van. Dankjewel, Luc. Tot morgen. Een vrolijk even mee zitten lachen is Maurice Delen. Nogmaals, goedenavond, Maurice. Ja, goedenavond. Een medaillewinnaar, groot medaillewinnaar op de Paralympische Spelen. En dan zou je denken, iets dat een sporter nooit zal vergeten. Behalve dan jij, want ja, jij hebt 3 medailles gewonnen. Maar eigenlijk geen idee meer hoe je dat hebt gedaan. Door een hersenbloeding 11 jaar geleden vergeet je alles na 3 dagen. Ongeveer. Na 3 dagen. Ja, ja. Klokslag 3 dagen. Nee, klokslag 3 dagen. Het is heel moeilijk te bepalen waar het verlies plaatsvindt. Maar ik vroeg net naar je weekend en ja, dat wist je echt al niet meer. Nee, gisteren heb ik een vrij drukke dag gehad. Contact met jullie, maar ook met mijn eigen zwemvereniging. Ja. En daar moet ik me op voorbereiden. En die voorbereiding kost zoveel energie. Dat ik daardoor eigenlijk alweer heel snel andere dingen ga vergeten. Dus, nou zou je normaal aan een sporter vragen, ga terug naar dat moment dat je die misschien belangrijkste medaille, 2 keer brons, 1 keer zilver, naar die zilveren medaille ging. Hoe voelde je toen? Jij weet dat dus niet. Ik heb geen idee. Als ik naar mijn eigen opnames zit te kijken van mijn wedstrijd, is het alsof ik naar een hele spannende wedstrijd zit te kijken. Maar ik heb totaal niet in de gaten dat ik er zelf in lig. Marcos, daar zit ook vol ongeloof mee te luisteren. Ja, het lijkt me ook met trainen of zo. Want dat doe je, dan heb je toch ook een soort geheugen. Zeg je wel dat sporters een geheugen hebben met hun spieren. Hè? Zo'n marathon loopt. Dan, hoe doe jij dat dan? Want dan denk je van, hé, dit heb ik eerder gevoeld. Nee, dat niet. Veel herhalen. Voor zorgen dat je trainers je scherp houden met wat er eigenlijk in techniek misgaat. En dat proberen weer op te pakken. Want je lichaam onthoudt het wel, neem ik aan. Je spieren. Ja, op een of andere manier blijven bepaalde dingen wel gewoon hangen, inderdaad. Alleen de moeilijkheid is dat als jij daar niet op gefocust blijft elke dag, dat je op een gegeven moment kleine details weer gaat verliezen. Dus de manier waarop je een bepaalde slag in het water doet, kan soms niet helemaal goed uitpakken. Maar je vergeet niet dat je überhaupt kan zwemmen, dat niet? Nee, want zwemmen heb ik vroeg geleerd. Dus, ja, want alles voor die 11 jaar geleden, ja, kreeg je die hersenbloeding? Ongeveer november of maart 2011 of 2001. Daar herinner ik eigenlijk alles nog wel. Ik herinner mijn studie, ik herinner inderdaad mijn jeugd. Dat is allemaal gewoon beschikbaar. Alleen vanaf maart 2001 is het allemaal weg. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over je hele leven. Want het is natuurlijk allemaal nogal wat anders dan bij Mark en mij. Maar eerst nog even kort in die medailles dan, die je hebt gewonnen. Ik zal het nog even mooi even noemen. 200 meter wissel brons. Brons op de 100 meter schoolslag. Zilver op de 50 meter vrije slag. Dan heb je die thuis. Dan heb je die soms vast, neem ik aan. Ja. En dan? Ja, het is mooi om ze in je hand te hebben en om er naar te kijken. Alleen het is moeilijk om te bevatten dat jij daarvoor gezwommen hebt. Ik moet daar echt actief gewoon voor mijn computer gaan pakken. En ook echt zien dat ik dat daadwerkelijk gedaan heb. Ja. En als je het dan hebt over het gevoel wat soms mensen hebben bij bepaalde medailles. Ja, ik heb daar totaal geen gevoel van. Maar ik ben wel op een of andere manier wel trots dat ik ze in mijn eigen bezit heb. Ja. Want ik weet gewoon dat ze van mij zijn. Dat weet je wel. Ja, ja, dat zeg ik mezelf. Ik doe er bijna. Ja, dat zullen wel meer mensen hebben. Dat ze een beetje moeten lachen. Hè? Ja, nee. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar dat gaat vanzelf. Ik kan er zelf ook nog steeds om lachen. Dus ja? Als iemand anders erover wil lachen, vind ik dat dan ook mag prima. Dat. Ja hoor. Kijk, als het voor mij een probleem zou zijn, dan had ik dat ook al gezegd. Dan zat je hier niet ook, denk ik. Nee, dan zat ik hier ook zeker niet gezeten. Kijk, het is lastig voor mezelf. Het is ook confronterend voor mezelf. Maar ja, het is nou eenmaal zo. En ik ga daar ook gewoon maar meer mee verder. Ik bedoel, het leven hoeft er niet bij op te houden. Zometeen hebben we het uitgebreid over de rest van je carrière. Prima. En ook voor de rest over jouw dagelijkse leven. We praten zo verder. Maar eerst, we gaan gewoon eerst de plaat draaien. En dan spreek ik daarna wel uit van wie die precies is. Dan ga ik dat nog even opnemen.